fantastisch. We hebben de zonsopkomst gezien, geslapen onder de sterren en we hebben een testrit gehad. Ik kon niet blijer zijn dan nu dat hij eraan gaat komen, de Lightyear. Ga jij eens even zitten nu? Prestige. Start. Dit wordt natuurlijk een momentje. Hè? Kijk, ik geef nu even een klein beetje gas. Ja, dit gaat allemaal goed. Vet! Ja. Ik zie al die zin. Hij ligt lekker hoor. Dit feels very stable. De eerste Nederlandse zonneauto. Wauw, ja. Hier zit hij op top hoor. Hij zit om je lijf heen. Ik vind eigenlijk die cameraatjes wel cool. Dat is net een spiegel, hè? Komt hij aan? Oh, wow. Als je nu het gas loslaat. We gebruiken nul, staat daar links, hè? Er komt zonne-energie binnen. En we rollen. It's surfing, man. Dit is gewoon bizar. Down to 97. Jezus, it keeps going, ja. Yeah. Oké, nu laat ik los, nu doe ik helemaal niets. Ja. Nou, dat is wel mooi, hè? Maar ik doe helemaal niks, ik geef geen gas, helemaal niks en ik rij. Ongelooflijk. Great, marvelous, splendid. Nice experience, perfect. Ik voel me super veilig in die auto. De spiegels, die mis je niet, want die camera's zijn een stuk beter. Ik ben er echt super onder de indruk. Stoelen voor zijn perfect, stuur ziet er mooi uit, ontwerp is hartstikke goed. En er waren mensen die reden achter ons, dat er makkelijk langs kunnen gaan, ja. Maar dat deden ze niet. Nee, ze zijn even achter. Geweldig, echt geweldig. Het wachten meer dan waard geweest. Ja. En ik vind het prachtig dat je aan de binnenkant ziet hoeveel energie die tijdens het rijden uit de zon haalt. Ja. Dus welke auto heeft dat nou? Die oplaadt tijdens het rijden. Dat is toch fantastisch? Wauw. Echt, echt heel erg gaaf. En wat ik ook mooi vind, je kunt zeg maar de regenerate kun je aan en uitzetten. En als je hem uitzet, dan glij je dus over die weg. En hij minder gewoon bijna niet aanvaard. Hij zei, rij vooral 100 en daarna doe niks meer. Anderhalve kilometer later reden we nog steeds 80. Ja, dan zweeft hij als het ware verder. Dat is een ongelooflijk comfortabel rijden. Dat is gewoon surfen. Zweven. Ja, hè? Surfen, ja. Zweven, surfen. Echt bizar. Die weerstand is dus helemaal niks. Nee, dat is gaaf, ja. Mooi, hè? Nee, dat gaat heel mooi. Alles is natuurlijk gemaakt om zo ver mogelijk en zo lang mogelijk te rijden. Maar als je kijkt hoe die optrekt, is het gewoon top. Ik ga hem echt veel gebruiken. Want dat geeft echt een goed gevoel. Vijf jaar geleden de auto besteld. En ik zeg auto besteld, maar ik had iets besteld waarvan ik een paar lijnen had gezien. Maar wel geloofde in het concept. En dan zie je nu wat er staat. En dan is het eigenlijk daar in alle opzichten bijna beter geworden dan ik had verwacht. Uiteindelijk sta ik dan hier in deze fantastische locatie. En die auto rijdt. En die doet het fantastisch. Ik ben helemaal verliefd op die auto. Je moet een belevenis bij een auto hebben. Nou, die maak je zelf. De vorm van de auto, de techniek die erin zit, hoe je erin rijdt, dat moet jou het gevoel van vrijheid geven. Nou, dat doet het bij mij. Hier kan je mee gaan zeilen of zo. Dus je hebt zo'n gewichtsloos rijplezier. Als je erin zit en je bent aan het rijden en je ervaart de zon schijnt en dat betekent dat je dus 60, 70 kilometer per dag extra krijgt, hoe cool is dat? Dat is natuurlijk prachtig. Aan de ene kant voor de hand liggend, want het is ons meest duurzame energiebron. Hè? Waarom zou je überhaupt iets verbranden? Maar dat je dat kan integreren in een auto die dan ook nog zo mooi is. En dat die dan gewoon rondrijdt nu, hier.
Je zit in die auto en die auto is het symbool voor het begin van de mobiliteitssysteemverandering. We weten dat de elektrificatie in heel Nederland, maar heel de wereld, is gaande. En dat betekent ook dat het hele netwerk, dus de infrastructuur, soms gewoon bijna aan het smelten is, omdat het netwerk het niet meer aan kan. Hoe mooi is het dan als Lightyear met de oplossing komt dat je het eigenlijk niet meer nodig hebt, het hele grid. Omdat het de wereld zoveel mooier en beter maakt, als je daar echt over na gaat denken. Kijk, die hele laadpaleninfrastructuur die er gewoon niet is, die je dan wel zou moeten bouwen, daar ben je nu natuurlijk voor een heel groot gedeelte vanaf. Kijk, 220 is overal en met een beetje geluk in de meeste landen ook de zon die nodig is. Nou, nu moet het goedkoop, het moet in alle landen, dan heb je een hele grote oplossing. Dus de global dream noem ik dat, om die auto toegankelijk te maken voor heel veel mensen en dan een gevoel van vrijheid te geven, dat je kunt rijden waar je wilt en de zon wordt gebruikt. Het is gewoon fantastisch. Maar daar gaan we alles aan doen om die droom te laten verwezenlijken. Het kan niet anders. Over 10 jaar iedereen een Lightyear. Hoe mooi is dat? Iedereen een Lightyear.